Wij denken, u en ik, allemaal denken wij, dat we in de meest chaotische tijd leven uit de geschiedenis van de mensheid. Maar niet alleen dat, we geloven ook dat we afstevenen op het einde van de mensheid. Waarom denken we dat? We denken dat ten eerste omdat we steeds slimmer worden. We denken dat omdat we atoombommen hebben uitgevonden. We denken dat omdat we het klimaat aan het manipuleren zijn. En vooral ook denken we dat omdat we elk wisselwasje met elkaar delen. Nou is natuurlijk dan de vraag, is dit ook zo allemaal, wat we denken? En eigenlijk is het niet zo, ik ga u meteen van een illusie bevrijden. Namelijk, het gaat ons alsmaar beter, ondanks alle bloedbaden, rampen, wereldoorlogen. Het kan ons allemaal passeren en het gaat ons allemaal beter. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat er iets bestaat als levensverwachting. En levensverwachting is eigenlijk hoe oud we worden gemiddeld. We worden namelijk alsmaar ouder. Nou is er iets opvallends. Wij manipuleren onze levensverwachting. Daar gaan wij mee om. Dat is hoogst ongewoon in de natuur. In de natuur, dieren hebben eigenlijk een vaste levensverwachting. Dieren verwachten helemaal niks van het leven. Dieren leven en worden zo oud als ze worden. Met andere woorden, wat doen dieren? Je hebt grote dieren, die worden ouder dan kleine dieren. En er is maar één uitzondering op. Ik wist helemaal niet dat dat bestond. Je hebt een onsterfelijke worm en je hebt een onsterfelijke kwal. En voor de rest ligt die levensverwachting ontzettend vast in de natuur. Bij ons ligt die helemaal niet vast. We weten sinds kort in de wetenschap dat we een maximum hebben. Dat maximum lijkt op 115 te liggen. Dus wij hebben ook een vaste levensverwachting. Die is 115. Maar dat worden we helemaal niet op dit moment. En wat is er nou zo interessant? Sinds ongeveer 1850, in de laatste 150 jaar, zijn we met z'n allen, tot eigenlijk aan die tijd, werden we gemiddeld 40. En nu worden we gemiddeld 80. Hoe zit dat? Omdat het een gemiddelde is. Dus tot aan 1850 gingen er vooral veel kinderen dood. Je mocht blij zijn in die tijd als je de kindertijd overleefde. En moeders waren droevig en ouders huilden en grootouders als ze nog leefden. Ook omdat niemand ouder werd. Maar er waren natuurlijk veel ouderen en daar kom ik daar nog even over. Sinds 1850 hebben wij in wezen door de kindersterfte bijna uit te bannen, met name in het Westen, helemaal uit te bannen bijna, zijn we dus nu tot ongeveer 80 gekomen. Wat leiden wij daar zelf uit af? Iets heel vreemds. Wat leiden wij daaruit af? Dat wij eigenlijk dat ziekte een onrecht is geworden. Wat leiden we daar nog meer af? Dat sterven onrecht is geworden. Je ziet nu met name op terreinen als de nieuwe tech-giganten en de tech-oligarchen, die richten allemaal instituten op om onsterfelijk te worden, om zo lang mogelijk te leven. Nou, dat gaat niet lukken voor ons allemaal. We worden niet ouder dan 115. Nou, waar wil ik het vandaag over hebben? Ik wil eigenlijk de acceptatie van die sterfelijkheid, die is dus zoek geraakt. We zijn eigenlijk niet meer in staat te accepteren dat we sterfelijk zijn. Waarom zijn we zoveel ouder geworden? Omdat wetenschap en kennis daartoe geleid hebben. Vaccinatie, hygiëne, het is allemaal op zijn plaats en we worden dus alsmaar ouder. En die lijn loopt recht omhoog. Nou, wat is nu de situatie waarin we beland zijn? Hoe kunnen we nou onze sterfelijkheid accepteren? En ik ga beweren dat we daar tevredener van worden en misschien niet meer zo gevoelig voor al die dagelijkse Trumpomania, die wij allemaal aan het omarmen zijn. Nou, dan moeten wij terug naar de tijd van voordat de wetenschap zo in de 17e eeuw is uitgevonden. En waar wil ik u op wijzen? Eigenlijk niet zozeer op een filosoof, maar uit de kunst, uit de tijd dat er vooral kunsten bestonden en eigenlijk nog amper wetenschap. En dat is kunst die nadacht over de sterfelijkheid.
Dus ik laat u een schilderij zien. En dat heb ik recent gezien met mijn familie in Wenen, met mijn vrouw. En dat hangt naast een Vermeer in een klein hoekje in het Kunsthistorisch Museum. Dit schilderij is in 1668 geschilderd. En u denkt, wat een rommeltje. Die mevrouw heeft daar iets, en het is een vrouw, Maria van Oosterwijk. En dit schilderij, dat is heel bijzonder. Want het schilderij is een zelfportret. U kunt het amper zien, zelf misschien wel helemaal niet. In deze fles heeft ze zichzelf afgebeeld. En die fles heet Aqua Vita. Je zit dus als levende, dat is wat zij wil zeggen, opgesloten in een fles. Op zich wel een interessant aspect. En rond die fles legt zij een aantal voorwerpen neer. Weer niet helemaal toevallig. Wat legt ze neer? Ze legt daar neer een fluit en muziek. U moet beseffen, wat betekent in die tijd muziek? Muziek is de enige kunst totaal afhankelijk van tijd. Je kunt een muziekstuk niet even neerleggen, dan houdt Bach gewoon op met u te amuseren of u te raken. Houdt meteen op. Daarom worden op een heleboel schilderijen uit die tijd ook een muziekinstrument afgebeeld met kapotte snaren. Daar bedoelen ze dit ook mee. En er ligt een fluit. Nou, wat ligt er nog meer om dat schilderij, om die fles van zichzelf heen? Daar ligt vergankelijkheid omheen. Dat is door de schedel wordt dat gesymboliseerd. U moet u continu bewust zijn van de dood. Toen kon dat, nu vinden we dat een heel moeilijk aspect. Wat ziet u verder? Bloemen, de verwelkbaarheid van het leven. De beeld zij uit. En vervolgens denkt ze, ja, u snapt het nu allemaal nog niet helemaal, dus legt ze in het midden, eigenlijk denk ik, haar dagboek neer. Die heet Rekening. Je moet dus rekenschap geven van alles. En dan denkt ze, ja, nu snapten we het nog niet helemaal, dus ik schrijf er wat op. Dus ze schrijft op dat boek, wat daar in het midden ligt, Rekening, en daaronder wordt geschreven, wij leven om te sterven en wij sterven om te leven. Zo, nou weten we het wel hoe laat het is. Wij gaan allemaal dood. En hier denk ik, wij sterven om te leven, moet u beschouwen als darwinistisch in mijn ogen. Zo bedoelde ze het helemaal niet. Darwin is natuurlijk 19e eeuw. Zij bedoelde dit aan het hiernamaals. Dat laat ik u even vergeten. Wij sterven om te leven. Nee, ik denk niet dat dat zo is. Maar ik zie dat darwinistisch. Dus je moet rekenschap geven. En dan zegt ze, nou, dat is allemaal niet zo simpel. Daaronder legt ze nog het boek Job neer, want nog steeds zegt ze, dat ziet u daar rechts, u kunt het ook niet lezen, maar wat staat daar? Daar staat eigenlijk, het leven is maar kort. In het boek Job uit de Bijbel. Zo, nou moet u toch wel ongeveer begrijpen, zegt ze, dat wat hier aan de hand is. Maar dan gaat ze gewoon door, want dan zegt ze, ja, maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. En daarom haalt zij aan, een toneelstuk, een gedichtenbundel is het eigenlijk, uit 1620, van Jacob Cats. En die heet Zelfstrijd, want daar gaat het om. Kunnen wij überhaupt dit allemaal wel aan, al dit ingewikkelde? Zij houdt dat dagboek dus haar hele leven bij, daarom is het zo'n rommelig boekje. Het is een rotzooi, het wordt elke dag weer opengeslagen om rekenschap te geven. Nou, het is interessant dat in die tijd dat bewustzijn dus een enorme rol speelde. Dit schilderij is, terwijl de inkt nog nat was, door Leopold I, Habsburgse Rijk, gekocht onmiddellijk en zij werd wereldberoemd. En ze leefde dus ook relatief lang, want ze was rijk. Nou, dat bewustzijn van sterfelijkheid zit in die hele schilderkunst vast. Vervolgens laat ik u het volgende schilderij zien, hoe extreem je dat kan voorstellen. Want dit is een heel vol schilderij. En nu gaan wij naar het absolutisme daarvan. In hetzelfde jaar, zo rond 1668, werkte in Denemarken een andere Nederlander. Dit schilderij hangt in Denemarken, kent u misschien ook niet. En u ziet hier een schilderij. En dat is eigenlijk een soort bedrogschilderij. Want u denkt, dat is een achterkant. Nee, is geen achterkant, dat is wat hij bedoelt. Wat deze schilder bedoelt, Norbert Gijsbrechts. Hij bedoelt hier leegte uit te beelden. Maar niet zomaar een beetje leegte. Wat u ziet is iets heel raars. U ziet wel de achterkant van de schilderij, maar u ziet twee dingen meer. Ten eerste zit er een lijst omheen. Je deed als kunstenaar geen lijst om een schilderij wat niet af was. Het tweede wat u ziet is, er zit een klein plakkertje op. Dat betekent, het is uit een reeks van schilderijen. En er staat, het is uit een verzameling. Maar hij belt toch leegte uit. Toen heb ik gevraagd aan het museum, laat u me nou in ieder geval eens even de achterkant zien. Dat is de achterkant.
gewoon zoals de achterkant is. En dan ziet u dat het een voorkant is. Dus we moeten leren omgaan met leegte. Met nutteloosheid. Nou, ik heb me dus afgevraagd. En dat is het laatste schilderij wat ik u wil laten zien. Is wat staat er dan op die achterkant zoals de kunstenaar dat bedacht? Want hij bedacht, en hij is u aan het foppen, de echte achterkant ziet u. Maar wat heeft hij nou daarop willen laten zien? En dat is het volgende schilderij. En dat wil ik met u even bespreken. Dat hangt in Nederland. Dat is van David Bailly. Dat heeft hij op 76-jarige leeftijd geschilderd. Dat is dit schilderij. Dat is een krankzinnig schilderij. En ik ga u meteen zeggen waarom het krankzinnig is. Wat denkt u? Hij is 76 als hij dit schildert. Het is een echt zelfportret. Dus zo niet als bij Maria van Oosterwijk. Die had zichzelf in de fles verstopt. Nee, dit is hemzelf als jongeman. Dat is al raar. Je schildert jezelf als jongeman. Dan schildert hij nog iets krankzinnigs. Hij, de schilder, schildert zichzelf in een portret. Wat u daar ziet, is de 76-jarige schilder. Daar bedoelt hij mee, denk na, eigenlijk al als je jong bent, over oud worden. Dat bedoelt hij te zeggen. Je moet continu daarover nadenken. Nou, hoe moet je daar dan over nadenken, staat eigenlijk aan de rechterkant van het schilderij. Hoe moet je daar dan over nadenken? Je moet overal de vergankelijkheid van inzien, de betrekkelijkheid van inzien. Je moet je een beetje bewust zijn van de sterfelijkheid. Of dat nou elke dag is of niet elke dag. Bij het vorige schilderij heb ik u nog vergeten te vertellen dat er ook huidige schrijvers vooral, het zijn altijd kunstenaars, valt me op, na heeft gedacht over dit vraagstuk. In 2008 schrijft Julian Barnes een boek dat heet Nothing to be Frightened Of. Ik koop dat boek en ik denk, oh, er is dus niks waar ik bang voor moet zijn. Een beetje moderne gedachte. Je leest het boek en wat bedoelt de schrijver? Er is één ding waar je ontzettend dodelijk bang voor moet zijn. Dat is niets. Nothing to be frightened of. Dat boek raad ik u ook aan te lezen. In de 17e eeuw snapten ze dit allemaal beter dan nu. Aan de rechterkant ziet u alle betrekkelijkheid. En nu heeft deze schilder nog iets krankzinnigs gedaan wat u misschien niet meteen opviel. Hij hangt zeepbellen in de lucht. In die kamer. Wat u daar ziet, is hij hangt allemaal zeepbellen in de lucht. De breekbaarheid van het leven. Het is eigenlijk een verwijzing naar Erasmus. Die had gezegd, het leven is heel erg breekbaar. Maar u ziet, zo'n schilderij is dus heel erg krankzinnig en heeft niets met een portret te maken. Het is een allegorie op het vraagstuk van de sterfelijkheid. Met als meest essentiële element, wij leven in een luchtbel en die kan elk moment spatten. En als u daar nou maar bewust mee bent, wordt u ook heel erg tevreden en gelukkig. Een zeepbel. Nou, ik wil afsluiten met, ik zat laatst in het vliegtuig en toen dacht ik, nou, dat denken nu ook wel mensen over dit vraagstuk na. En ik zag de film, de nieuwste film van Woody Allen, Café Society. En wat wordt daarin gezegd? Typisch Woody Allen gedachte. Je moet elke dag leven alsof het je laatste is. Dat hebben wel meer mensen gedacht. En dan zegt hij erachteraan en op een dag klopt het. Dank u wel.